In Doetinchem hebben we 350 kilometer vrij vervalriolering liggen. Deze wordt met een cyclus van 1 in de 10 jaar gereinigd en geïnspecteerd. Dat betekent dat er zo'n 35 kilometer per jaar gereinigd en geïnspecteerd wordt. Uit die inspectiebeelden komen schadebeelden en naar aanleiding daarvan worden er reparaties gedaan. We zijn op dit moment hier op de Keppelseweg bezig in Doetinchem, waar een riool gerenoveerd wordt middels de reliningsmethode. Relinen of relining is een techniek waarbij een riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door via de putten een kous in het bestaande riool in te brengen. Er zijn twee reliningsmethodes. Bij beide methodes wordt het stuk riool waar de werkzaamheden plaatsvinden afgesloten van de rest van het riool met rioolafsluiters. Daarna zal de rioolreinigingswagen het riool reinigen. Het vuil wordt naar de put gespoten en daar opgezogen. Na het reinigen wordt een inspectiecamera in het riool geleid. Deze camera meet de exacte locatie van de huisaansluitingen op het riool en doet de laatste check voordat het relinen kan beginnen. Bij de eerste reliningsmethode wordt er gebruik gemaakt van een glasvezelkous. Deze kous is geïmpregneerd met een speciale hars. Vanaf een speciale vrachtwagen wordt de glasvezelkous in het riool gebracht en met een lier vanaf een andere put verder de rioolbuis ingetrokken. Wanneer de gehele kous in het riool ligt, wordt vanaf één kant een UV-lichttrein in de kous geplaatst. Nu wordt de kous aan beide kanten afgedicht. Op de kous wordt een luchtslang aangesloten, waardoor de kous zichzelf zal opblazen tegen de wand van het riool. Vervolgens wordt de UV-lichttrein ingeschakeld. Het UV-licht zal de kous uitharden, waardoor er een nieuwe rioolbuis ontstaat in het bestaande riool. De andere relining-methode is het relinen met een naaldwildkous. Ook deze kous is geïmpregneerd met een speciale hars. Vanuit een vrachtwagen wordt de naaldwildkous over een speciale transportband het riool ingeleid. Door deze kous wordt een slang gevoerd met kleine gaatjes waar lucht uitkomt. Door de luchtdruk wordt de naaldwildkous door het riool gevoerd. Hier is dus geen lier nodig, de kous rolt zichzelf af. Wanneer de kous volledig is uitgerold, wordt aan het uiteinde van de kous een uitlaatpijp bevestigd. Nadat alles is aangesloten, wordt de kous door stoom op druk gebracht, zodat deze tegen de wand van het riool wordt gedrukt. De temperatuur van de stoom zorgt voor het uitharden van de naaldwildkous, waardoor ook hier een nieuwe rioolbuis ontstaat in het bestaande riool. Bij beide reliningsmethodes wordt na het uitharden de kous aan beide zijden afgewerkt. Dan is het tijd voor een laatste controle. Een robot met frees en camera zal checken of de werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd. Ook zal deze robot de huisaansluitingen in de nieuwe kous openfrezen. Als laatste handeling worden de rioolafsluiters verwijderd, waarna het riool klaar is voor gebruik. Daar zijn ze ongeveer 2,5 week mee bezig. Deze techniek is redelijk nieuw. Als we de weg helemaal los zouden moeten breken, dan waren we hier ongeveer 3 maanden mee bezig. Dus het geeft gewoon veel minder verkeersoverlast, minder overlast voor de bewoners. En de riolering is weer als nieuws.